Nou, dit zijn machines die volgens mij al 2 eeuwen zo zijn zoals ze zijn. En het is een hele bijzondere combinatie van 2 verschillende machines. Het is een Jacquard systeem. En dat is een systeem wat ontwikkeld is om te weven. Maar het is gecombineerd met een tulle machine. En is de tulle de ondergrond van alle kantsoorten? Ja, dat is de basis die je gebruikt. En de tulle, dat gaas eigenlijk, dat kun je gebruiken om je patronen op vast te zetten. Hoe komen jullie eigenlijk aan kant? Komt er iemand langs met een stalen boek of ga je zelf op onderzoek uit? Er is een beurs in Parijs 2 keer per jaar. En dat heet de Première Vision. Daar komen alle stoffenleveranciers ter wereld komen die samen. En daar is ook de kantafdeling vertegenwoordigd. Die hebben zich voorbereid met een hele collectie aan stalen. Die hebben ze met hun eigen designafdeling hebben ze die ontwikkeld. En dan kun je daar terug op kantoor rustig over nadenken. En dan kun je later bestellingen plaatsen. En kun je het ook in een andere kleur dan bestellen? Of zijn er ook kantproducenten die het effen ongekleurd? Of is dat niet, wordt eerst de draad gekleurd en dan... Nee, in dit proces wordt het materiaal wordt zeg maar ruw verwerkt. En het heet dan ready to dye. Dan koop je het materiaal. En dan of je verft het zelf. Of je laat het door hun verf. Dat is ook mogelijk. En dan ga je gewoon met kleurstaaltjes werken. En gaan ze testjes maken tot het het gewenste resultaat heeft. En je kunt ook het patroon vaak aanpassen. En je kan ook opdrachten geven om een heel patroon te laten ontwikkelen. Dat kan ook. En kun je ook een bepaalde kantsoort claimen? Dat je zegt van nou, dit willen wij hebben en dan willen we niet dat Chanel of Valentino dat ook koopt. Ja, dat kan zeker. Want dat is natuurlijk een beetje hoe de mode ook werkt. Het moet natuurlijk een beetje geheim blijven. En je staat echt voor aap als je Chanel bent en Dior komt de dag daarna en je hebt gewoon dezelfde stof gebruikt. Want je zoekt natuurlijk echt iets wat bij jouw merk past. Dus dat kan je afkopen. Je kan een ontwerp afkopen. En dan is die echt exclusief voor jou. En dan kan iemand anders dat kopen.